Welkom in de wereld van zorg van de toekomst. Gezondheid en welzijn is belangrijk voor iedereen. Om ook in de toekomst goede gezondheidszorg te kunnen blijven bieden, hebben we innovatie nodig. Want het systeem piept en kraakt. We lopen tegen de grenzen aan. Niet alleen als het gaat om hoe we alles betalen, maar ook om hoeveel mensen er in de zorg werken. Oorzaken? We hebben steeds meer zorg nodig. We worden steeds eerder ziek en we worden steeds ouder. Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we op dezelfde manier de zorg willen blijven bieden, dan moet in 2040 1 op de 4 mensen in de zorg gaan werken. En dat lukt niet. Kortom, het moet anders. Hoe kunnen we nu en in de toekomst dezelfde kwaliteit van zorg bieden met minder mensen? In de transitie van zorg naar positieve gezondheid betekent dit dat er meer aandacht zal zijn voor hulp en ondersteuning in de eigen omgeving. We kijken naar technologische en sociale innovaties die hiervoor nodig zijn. Hoe gaan we zorgtechnologie inzetten? Hoe zorgen we dat sociale technologie helpt eigen regie in gezondheid en welzijn te behouden? En wat betekent dit voor medewerkers op de werkvloer en voor mensen thuis? En hoe kan datagedreven werken helpen om in buurten en wijken goede ondersteuning te bieden? Greenwise Campus werkt samen met werkveldpartners aan de transitie van zorg naar positieve gezondheid. Met als focus om wijzer te worden hoe technologie en samenwerking hierin helpt. We zorgen voor kennisontwikkeling, innovatie en het bijdragen aan het opleiden van bestaande en toekomstige professionals. Ik nodig je uit om rond te kijken op het platform van Greenwise Campus.